Hi Balschutter, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van Amandala. En deze week is het voor week nummer 45. En dat is van maandag 8 november tot en met zondag 14 november. Dan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het Balschutter alsof deze week een week is waarin je naar jezelf kijkt. Het lijkt alsof je jezelf eigenlijk een beetje aanpraat dat je dingen misschien niet goed doet, dat er dingen niet lekker zitten. En dat is natuurlijk goed om te onderzoeken. Dus het is prima dat je daar voor jezelf naar kijkt. Alleen kijk ook wel voor jezelf dat je niet te veel in dat stukje negativiteit gaat zitten. Of dat je niet in dat stukje gaat zitten van, oh, wat wil ik niet? Het is heel goed om naar jezelf te kijken. En het is ook heel goed om daar dingen mee te willen gaan doen. Maar kijk ook vooral naar wat je wel wil. En natuurlijk zijn er altijd stukken waar je niet per se iets aan kan doen. Of zijn er stukken die soms echt wel eens heel moeilijk zijn. En dat hoort er ook gewoon bij. En daar moet je ook gewoon mee omgaan. Maar het is ook wel echt het stuk van dat er altijd wel iets is waar je wel blij mee kan zijn. Of dat er een stuk is waar je op dat moment wel van kan genieten. Juist om daarmee door te gaan. Bijvoorbeeld als er iets niet helemaal lekker loopt. Dan, als je dan jezelf bent en je kunt die kracht opbrengen. Dan zul je merken dat het ook een stuk minder uitdagend gaan worden. Omdat je gewoon weet dat er bepaalde zaken zijn die moeten gebeuren. Of hoe je daarmee om moet gaan. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.